Zie hier maar eens uit te komen met La Chambre en K bij zich. Het lukt hem ook nog. En hoe? De kans voor Kruis is gewoon wat een doelpunt. Wat een prachtig. Hij voetbalde voor FC Utrecht, Malmö FF, FC Volendam, Excelsior en De Meer. En nu is hij ruim 2,5 jaar assistenttrainer van FC Utrecht. Inderdaad, we hebben het over Rick Kruis. Tijdens FC Utrecht tegen SC Heerenveen is hij hoofdtrainer van de FC. En dat is niet zomaar. In het kader van mijn coachbetaald voetbalcursus heb ik morgen een examen het coachen van een wedstrijd. En uiteindelijk krijg ik de mogelijkheid van hoofdtrainer John van der Brom om deze wedstrijd te leiden. Ja, en hoe ver ben jij in die cursus? In de afrondende fase. Helaas door corona hebben we geen examen kunnen doen. Nou, vandaag heb ik mijn examen training kunnen doen. Dat is gelukkig goed verlopen. En hopelijk kan ik dat een mooi vervolg geven in de wedstrijd tegen Heerenveen. Ja, weet je al een beetje hoe dat gaat voelen, het verschil tussen assistent-trainer en hoofdtrainer? Nee, weet je, op zich verandert er niet zoveel, behalve hè, dat ik nu een interview doe en waarschijnlijk morgen ook. En misschien wat meer op de voorgrond zal treden, maar verder zijn we een team en heeft iedereen gewoon zijn eigen job daarin. Heb je al wat tips gevraagd aan je pa? Ja, tuurlijk. Die heeft natuurlijk veel ervaring, maar uiteindelijk is dit iets wat ik zelf moet doen en dat ga ik ook doen. Ja, we weten natuurlijk, hè, dat is geen geheim als je deze cursus volgt, dat je uiteindelijk hoofdtrainer wil worden. Ja. Hoe dicht ben je daar eigenlijk bij, denk jij, het hoofdtrainerschap bij een BVO? Nou goed, kijk, voor mij is het belangrijkste dat ik me kan ontwikkelen als trainer. En ik heb het gevoel dat nu goed kan. Ik heb krijg heel veel ruimte van de hoofdtrainer om mezelf te ontwikkelen. En daarbij zit ik bij een fantastische club, waar ik het enorm naar mijn zin heb. Jouw club? Mijn club, waar de club heel erg ambitieus is, net als ik. En ja, de komende jaren zal blijken hoe ik me verder ga ontwikkelen en wat voor mij goede stappen zijn. Ja, je weet altijd van voetballers, hè? Ik moet hier nog gaan werken, ik moet daarna gaan werken. Waar moet Rick Kruis nog aan werken? Nog aan heel veel. Trainerschap is heel complex. Zeker in een tijd als deze, waarin je met heel veel stafleden te maken hebt die je allemaal moet managen. En daarom is het ook een ervaringsvak. En moet ik gewoon veel meemaken. Ik heb natuurlijk onder hele goede trainers hier al kunnen werken. Daar heel veel van opgestoken. Ja, en uiteindelijk beetje bij beetje word ik ook steeds beter. Om uiteindelijk hopelijk een heel goed niveau te groeien. Ja. Wat voeg jij op dit moment als assistent-trainer toe aan het eerste elftal van FC Utrecht, denk jij? Nou, dat is best wel moeilijk om over jezelf te zeggen. Ik probeer in ieder geval me bezig te houden om te helpen bij het ontwikkelen van de speelwijze. Dat doe ik op het veld, dat doe ik ook daarbuiten, met videobeelden. Daarbij hebben we een hele groep jonge, talentvolle spelers met wie ik heel druk ben. Dus ja, zo ben ik bezig op de club. Ja, dus één moment waar ik dan gelijk aan moet denken. En dan zul jij denken, oh ja, dat bedoelt hij. Twente thuis. Baerbeck eruit, die is er al uit zelfs. En dan komt de man die in de keukenkampioendivisie scoort. Jonas Arweiler in de ploeg. De corner van Maher. De kopbal valt niet goed. Maar ja, dan is daar de debutant Jonas Arweiler. En Utrecht leidt. Een discussie of Abbas erin of Jonas. En dan over de volgorde. Waarop Rick zei van, nou, ik denk Jonas. Ja, dan doen we dat. Dus Rick, maar Rick heeft over het algemeen wel soms wat, hoe zeg je dat? Waarzeggende gedachtes. Intuïtie. Is dat intuïtie? Ja? Oké. Ja. Nou, dan was dat het. En dat pakte natuurlijk geweldig uit. Hoe is het om dat te horen? Leuk. Dat was ook wel een apart moment voor ons beiden natuurlijk. Hoofdtrainer John was er niet. En hè, uiteindelijk was ik een hoop wedstrijden van Jong wezen kijken. Had ik iets met Arweiler die wedstrijd. En nou ja, was het ook wel een beetje gelukkig dat zo uitkwam. Hoor. Ja? Beetje geluk. Beetje geluk heb je ook soms nodig, hè? Ja? Ja. Ik denk dat het gewoon een kwaliteit is dat jij aanvoelt dat die jongen echt nodig is en dat met het verschil kan gaan maken. Nou ja, als dat zo is, dan belooft dat wat voor morgen. Kijk, weet je, we zijn heel blij dat we weer terug in de Galgenwaard zijn met mensen. De laatste keer dat we hier waren was de wedstrijd Sparta op 8 maart. En 4 maart was hier de geweldige wedstrijd tegen Ajax. En wat goed was aan die week, hè, de week begon met een nederlaag tegen RKC. Maar uiteindelijk
werden we zo enorm gesteund door de mensen in het stadion, de fans eromheen, dat de ploeg in zo'n enorme vibe kwam. Dat je de energie vanaf de tribune voelde. En dat straalde uit op de ploeg, en maar ook op de staf. En iedereen had het gevoel van, oké, Utrecht komt eraan, geplaatst voor de bekerfinale. Maar veel belangrijk, of tenminste ook belangrijk, we gaven dat een vervolg. Hè, in de wedstrijd Sparta door een goede wedstrijd neer te zetten. Nou ja, dat viel ineens allemaal weg. Dus eigenlijk is dit de eerste keer weer dat we samenkomen met mensen. Helaas niet een vol stadion, maar dat is niet anders. Dus we willen ze wel wat laten zien. Dus ik hoop op een energiek Utrecht, hè, wat weer een connectie krijgt met de fans. We zijn super ambitieus. We hebben er veel zin in. We hebben een sterke ploeg. We zijn nog niet helemaal compleet, maar dat zit er wel aan te komen. Dus we willen gewoon een goed resultaat neerzetten. Dat de mensen met een goed gevoel naar huis gaan en denken van, hey, we hebben een fris Utrecht gezien vandaag. Dat hoop ik. Ik hoor al een beetje een hoofdtrainer in je, hoor. Ja. Ga ervan genieten. Ga ik zeker doen.